En Surinaamse reizigers kunnen nu kiezen uit nog één vliegmaatschappij die ons land aandoet. JetAir heeft gisteren haar inaugurele vlucht gemaakt van Curaçao naar Suriname. Eerder op de dag is ook Caribbean Airlines weer begonnen met het aanbieden van diensten na een tijdje weg te zijn geweest. Tijdens de relaunch van Caribbean Airlines was duidelijk te merken dat de vliegmaatschappij graag terug wilde zijn in Suriname. De verschillende sprekers gaven ook aan dat de Caribische airline meer dan welkom is in Suriname. En het heeft wat langer geduurd bij Caribbean Airlines, maar ze zijn terug. Dus daarmee is het stukje van het Caribisch gebied is nu wat beter bereikbaar. En onze mensen hebben gewoon meer opties. Dat heeft ook te maken met het tarief, eventueel het tickettarief. Maar ook de dagen waarop men kan reizen. Je hoeft niet meer een week weg te blijven. Je mag nu 3-4 dagen wegblijven of 5 dagen of dezelfde dag bij wijze van als je dat wilt. Maar de mogelijkheden zijn er. I'm really, really happy to be back. We are happy to be serving this wonderful country again. And we look forward to being here for many, many years to come. Of course, we had to stop because not we wanted to. But obviously the pandemic forced us with the closure of borders to curtail our operations here. But it's extremely elated to be back in this beautiful land. Gebruikelijk bij een inaugurele vlucht is dat het vliegtuig een washing ondergaat op het vliegveld. Na het doorknippen van het lint is de cabin crew verwelkomd. Verschillende belanghebbenden hebben aangegeven dat JetAir de mogelijkheden van reizende Surinamers zal vergroten. Is dit een zeer gewaardeerde samenwerking die de luchthaven dichter bij haar strategisch doel brengt. Een strategisch doel welk is uitgezet om op duurzame wijze 1 miljoen passagiers te kunnen behalen in 2030. Maar ook om uit te kunnen groeien tot een sterke regionale en internationale passagiers- en cargo-hub. En ik mag verklappen, en het heeft me natuurlijk heel goed gedaan toen de minister van Transport mij net zei dat we het eerder gaan halen. Sinds 2020 was het onze grote wens om naar Suriname te vliegen. Daar er in Curaçao een grote diaspora van Surinamers woont, die dolgraag hun familie en vrienden willen komen bezoeken. En ook vice versa natuurlijk. Helaas moesten wij door het al onbekende pandemie meer dan 2 jaren wachten voordat dit de realiteit mocht worden. Maar hoe moeilijk het mocht zijn, JetAir, habi patiëntie. Wij hebben het ook op ons genomen om de airlines die hier zijn, om ervoor te zorgen dat samen met luchthavenbeheer, samen uiteraard met de airlines, een zodanige route wordt gekozen en tijdstip waardoor een hele goede aansluiting er is. Waardoor als je op deze luchthaven bent, het is more than a pleasure. En wij gaan ervoor. Maar, en daarom nu op deze manier dat wij doorpakken om binnen de regio, wat wij noemen de low-hanging fruits, dat wij die alfas ook eigenlijk gaan plukken. Dat wij die gaan omzetten voor de ontwikkeling. De ontwikkeling houdt niet alleen in dat de vliegmaatschappijen verdienen, maar ook de luchthavenbeheer verdient eraan. Ook CASA's verdient eraan als autoriteit. Onze missie is Curaçao verbinden met het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Nou, het Caribisch gebied hebben we nu in grote lijnen, zijn we eigenlijk onze positie aan het opbouwen. We vliegen dus onder andere op Jamaica, Haiti, Dominicaanse Republiek, Sint Maarten, Medellin in Colombia doen we tegenwoordig aan. En vandaag eigenlijk onze inaugurele vlucht naar Suriname. Voordeel is dat vanuit Suriname kun je dus naar Curaçao met ons en vanuit Curaçao kun je het Caribisch gebied in. Zowel Caribbean Airlines als JetAir zullen voorlopig 2 keer in de week vluchten uitvoeren. Als de vraag vanuit Suriname groter wordt, zullen de vliegmaatschappijen meer vluchten uitvoeren naar verschillende destinaties. Met de komst van JetAir en Caribbean Airlines zijn er nu 8 vliegmaatschappijen die hun diensten in Suriname aanbieden.